Hallo allemaal, we staan hier vandaag bij Zin in Soep. We staan hier in de keuken bij Zin in Soep. En hier staan ze wat heerlijks voor ons aan het maken. Wat heeft u eigenlijk geïnspireerd om Zin in Soepdag te maken? Ik dacht, eten moet iedereen. Hè? En heel vaak is het niet leuk om alleen te eten. Moet je samen doen. En daarom gaan we rond de tafel zitten. En ik ben hier geestelijk verzorger. En dat betekent dat je met mensen praat over het leven. Wat mooi en moeilijk is. Maar je kunt niet alleen praten in het leven. Je moet soms ook eten. En daarom is er zin in soep. Ik ben heel benieuwd wat u hier naartoe brengt. Zin in soep is een leuke gelegenheid. Om andere mensen samen te eten. En ook een beetje de gezelligheid. Ja, gezelligheid, ja. Ik vind het heel erg leuk. Ja, en altijd gezellig en geslaagd. Wat vindt u van het initiatief? Heel goed. Veel mensen, nou, er komen niet heel veel mensen op af. Maar de groep die hier, voor wie het is, die is heel dankbaar voor de soep. Dus u komt hier al 15 jaar? Nou, zo lang is meneer Ben nog niet bezig, maar hij had eerst een stekje helemaal op Eiburg-Oost. En dat is verplaatst en zodoende ben ik hier terechtgekomen. En wat is een van uw favoriete soepen? Nou, toevallig die pompoensoep. Dat is heerlijk, met worteltjes. Ja. Die valt goed in de smaak. Heerlijk, ja. Altijd goed bij meneer Ben. Ik ben hier een bewoner. En ik ben hier nu ook vanwege het zin in soep. Ben je wel eens eerder geweest? Is het je eerste zin in soep? Nee, ik denk ongeveer de vijfde keer dat ik hier nu kom. Dus in zin in soep. En tot nu toe is het wel steeds bevallen, dus een goede reden om terug te komen. Nou ja, hier help ik graag mee. En dan, ik doe alle snijwerk wat gedaan moet worden, maar hoe het kook precies in zijn werk gaat, daar hou ik me niet mee bezig. Beste mensen, ga lekker zitten. Welkom. Zin in soep is het vandaag. We hebben een pompoen wortelsoep en een Thaise currysoep met kip en noedels. Ik ga ook een kommetje soep nemen. Dankjewel. Pompoensoep met crème en koriander. Heerlijk. Tot de volgende keer. Tot kijken.